Na de thuiswedstrijden tegen FC Utrecht en Dynamo Zagreb speelt Feyenoord zondag wederom in de Kuip. En dit keer ontvangen we in speelronde 11 Heracles Almelo. De nummer 15 van de Eredivisie verloor afgelopen zondag in Almelo met 2-1 van AZ. En Feyenoord zakte naar de vierde plaats na het 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht. Feyenoord Heracles wordt aanstaande zondag de 21ste competitieontmoeting tussen beide clubs. En van de 20 eerdere edities won Feyenoord de 15, werd het 4 keer gelijk. En in het seizoen 2013-2014 leden we een zeldzame nederlaag. Wedstrijden in de Kuip tegen Heracles Almelo zijn doorgaans een garantie voor veel goals. In 20 thuiswedstrijden scoorde Feyenoord in 19 wedstrijden maar liefst 66 keer. Dat is een gemiddelde van 3,3 goals per wedstrijd. Tijdens de laatste editie van Feyenoord Heracles viel er minder te genieten in de Kuip. Op 20 oktober 2019 eindigde deze wedstrijd in 1-1. En toen kwam het enige hoogtepunt op naam van Jens Toornstra. Haps. En daar Toornstra. Geweldig! Dat is nou een treffer uit het niets. Maar wat is hij prachtig. Toornstra doorgelopen. En dan schiet hij Feyenoord. Nadat we hiervoor toch eigenlijk niks noemenswaards gezien hebben. Op schitterende wijze op 1-0. Ook in de 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van vorig seizoen wist Toornstra te scoren. En daardoor staat zijn doelpuntenaantal tegen Heracles Almelo op 7. Voor Jens is Heracles zijn favoriete tegenstander. Samen met NAC Breda, waartegen hij ook 7 keer wist te scoren. Pakt Feyenoord zondag een punt of meer, dan zetten we voor de derde keer in de clubgeschiedenis een reeks neer van minimaal 25 eredivisiewedstrijden zonder nederlaag. Eerder deden we dit met een reeks van 41 wedstrijden tussen 1978 en 1979. En in de gouden jaren tussen 1969 en 1970 bleven we 34 eredivisiewedstrijden ongeslagen. In speelronde 10 scoorde Lucherel Geertruiden tegen FC Utrecht. En hierdoor zijn er dit seizoen al 8 Feyenoord goals gescoord door verdedigers. Geen enkele ploeg in de eredivisie deed dit zo vaak als Feyenoord. PSV volgt met 4 goals door verdedigers. Voor Brian Linssen wordt het een weerzien met zijn oude club. Tussen 2013 en 2015 speelde hij 64 eredivisieduels voor Heracles Almelo, waarin hij 21 keer scoorde. Feyenoord Heracles Almelo gaat zondag om 11:15 van start in de Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van der Kerkhof. En dit duel is live te zien op Fox Sports 2. We sluiten af met een goal die nooit vergeten wordt. Tijd voor Dirk Kuyt. Zondagmiddag 14:30 in troebelzicht. Feyenoord op jacht naar de 15e landstitel in de geschiedenis. De eerste sinds 1999. Duel met Hoogma, een van de revelaties van het seizoen. Daar gaat de bal in de richting van Kuyt. De Wierik glijdt weg en Kuyt kan het al heel snel doen. En doet het! Kuyt doet het! 41 seconden precies. Kuyt doet het. De ontlading is gigantisch. Feyenoord een voorsprong. Alles komt los. Alles. Wat een week geleden niet lukt op Woudestein. Wordt binnen 40 seconden weggeknald door Dirk Kuyt. Deze video is klaar, maar treur niet. Klik hier en hier voor nog meer beelden.